Liftinglassen met de HBM 230 CI Synergic. Had ik nog niet geprobeerd, ga ik nu proberen. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. En dit is het laatste eigenlijk wat ik ga doen. Liftinglassen. En dan geef ik mijn eindconclusie. Om liftig te kunnen lassen heb je een toorts nodig met een kraantje erop. Je hoort, het gas staat er al op. Ik heb hem al aangesloten. Houd er rekening mee, een tichttoorts moet in de min zitten. Anders verbrandt de wolframelektrode, wordt hij veel te heet in de plus. Ik heb twee stukjes plaat schoongemaakt. Die ga ik nu aan elkaar lassen. Ik ga eerst het lasapparaat dus opstarten en hem op liftig zetten. Hij staat nu nog op miglassen. Een stukje verder, liftig. We gaan 2 mm dik staal lassen. En ik begin op 90 ampère. Hij staat er echt bijzonder goed op. Ja. Had ik niet verwacht. Dit is te last geworden. Was een tijdje geleden dat ik lift dichtgelast had. Ja goed, het gaat nog. Zo snel verleer je het dus niet. En hij is ervoor geslaagd. Nou, lift dichtlassen. Heeft hij goed gedaan. En nu komt mijn eindconclusie. Wat vind ik ervan? Ik ben er nu ongeveer... Ja, meer dan 12 weken mee bezig, moet ik er ook bij zeggen. Moet je 3 weken aftrekken, want dat is de vakantietijd geweest. Maar ik heb er veel mee gelast. Heel veel gewoon staal, met 0,8 mm draad. Daar heb ik echt veel mee gelast. En ik had niet de neiging om hem nog met de hand bij gaan te regelen. Dus ik stelde hem gewoon in met die ene draaiknop en dan last ik. Het zijn allemaal hele kleine dingetjes die ik hier altijd moet lassen. Buiten dan het laskarretje wat ik ermee gedaan heb. Maar ik had echt niet het gevoel van ik moet hem bij gaan regelen. Heb ik niet gedaan. Dus dan is hij in principe goed als ik hem niet bij ga regelen. De campje zet ik altijd iets hoger de spanning. Dat deed ik altijd, kon je ook in het minuutje. En dan ging ik iets hoger zitten met de spanning. Heb ik met deze niet gedaan, ook de behoefte niet toe gehad. Dus dat is helemaal top. Hij last goed, mag, geen enkel probleem. Ik heb er MIG mee gelast, doet hij ook, RVS mee gelast, aluminium mee gelast, kan allemaal. Alleen dan heeft hij een nadeel. Het instellen
van de gewone 230 CI met twee knoppen erop gaat veel vlugger als met de deze. Maar als je eenmaal de instelling hebt gevonden en je schrijft hem op, plakt hem aan de binnenkant van de deksel, heb ik mijn fluxcore gedaan, dan heb je hem weer heel snel ingesteld. Dan valt dat weer mee. Dus ja, er zitten voor- en nadelen aan. Het zou heel mooi zijn geweest als er een lijst in de deur had gezeten met de instellingen. Maar helaas, die is er niet. Dus die zul je zelf uit moeten zoeken. De leveromvang is mooi compleet. Elektrodetang erbij. Een zwaardere toorts als bij de gewone 230 CI. Ik weet niet of je ze wel eens naast elkaar hebt gezien. Ik zal er wel eens eentje pakken. Die had ik hier al liggen toevallig. Dit is de normale toorts die bij de normale 230 CI wordt bijgeleverd. En deze zit hierbij. Nou, die is een stuk zwaarder uitgevoerd. Deze is, moet ik even kijken, ik durf het niet zeggen, ik schat een 120 ampère. En deze zal zijn een 160, 200 ampère. Maar deze rook je niet op, deze wel. Die heb ik, kun je in een vorig filmpje zien van de gewone 230 CI. Heb ik er iets mee gedaan waar ze eigenlijk helemaal niet voor gemaakt zijn, maar ze kunnen het wel. Heb ik met metaalpoeder gevulde draad, heel lang, in sproeiboog gelast. Nou, met een gasgekoelde toorts, ja, is dat funest. Dan stop je er zoveel warmte in, dan moet kapot gaan, ging ook kapot. Toen heb ik de luchtgekoelde toorts, de zwaardere gepakt. En die hield het wel, werd wel warm. Maar die hield het wel. Ik heb er later nog een paar testjes mee gedaan. Op een blok oplassen. Was geen enkel probleem, werd hij niks te warm. Was ook een sproeiboog. Kon hij gewoon goed hebben. En met kortsluitboog lassen is het gewoon helemaal goed. Dan wordt hij nooit te warm. Dus de toorts bevalt goed. Ja, de andere soorten. Daar had hij niet op geprogrammeerd. Dus hij heeft instellingen voor 0,8 mm massieve draadstaal. 1 mm massieve draadstaal, fluxcore en dan zijn de programma's op en dan moet je hem er zelf naartoe gaan regelen. En dat lukt. Dat heb ik allemaal geprobeerd, kun je in de vorige filmpjes zien. Dat is allemaal geen probleem, alleen bij meer werk als bij de normale met twee knoppen, dan ben je er sneller. Maar dat heb ik net al verteld. Dus allemaal top apparaat, zeker voor een beginner. Maar met één knop en meteen goed zitten. Dat de draalsnelheid en de spanning klopt met elkaar. Eigenlijk tevreden over. Hij is degelijk uitgevoerd. Staalomkasten. Kunststofkant tegen een stootje. Dat heb ik al geprobeerd. Nee, allemaal. Zo'n apparaat. Het grootste nadeel, maar dat is bij die andere 230 vind ik dat ook. Als je er een 15 kilo rol in stopt. Nou, wordt hij zwaar. Als je dan hier zo op de werkbank staat en hij moet eraf, dan is hij zwaar. Nu valt er wel mee, de machine weegt, ik meen, iets in de 17 kilo leeg. Nu zit er een rolletje aluminium op. Die weegt niet veel. Dat is normaal een klein haspeltje. Ja, we zitten erop, 4 kilo aluminium. Dus dan weegt hij 20 kilo en dat is goed te doen. Maar ga je er staal mee lassen en je hangt er 15 kilo in, ja. Dan weegt hij meer dan 30 kilo en dan is hij best zwaar om mee te lopen. En dan heb je de toortsen zo achteraan zitten. Ja. Dat is het enigste nadeel. Daarom is die 200 ook zo favoriet bij mij. In het kortsluitbooggebied. Daar kunnen ze hetzelfde. Deze kan wel wat meer. Maar als je puur in het kortsluitbooggebied blijft. Met 0,8 mm draadje erop. Dan vind ik die persoonlijk altijd nog beter. Maar deze, als je dan ziet wat het in prijs scheelt, deze is wel wat meermans. Hij is echt wel wat meermans. En ja, instellingen duidelijk. Simpel, beginnende lasser, top, gevorderde lasser. Kan er ook nog goed mee uit de voeten. Ik kan er nog van alles bij gaan zitten verzinnen. Dat heeft geen enkele zin. Je moest er eigenlijk gewoon eens mee lassen. En dan was je zelf overtuigd.
Alleen, dat kan niet. Niet iedereen kan hier in de werkplaats komen lassen. Het zou wel mooi zijn, maar helaas. Voor nu wou ik het er echt bij laten. Heb je er vragen over? Hieronder, in de beschrijvingen kun je ze kwijt. Dan kom ik er zo snel mogelijk op terug. Vind je het filmpje leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien? Kun je eigen abonneren. Als belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden van iedere keer wanneer ik een nieuwe video upload. Ik sluit af, zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!